Minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiyamofo benoemde op 3 september de nieuwe Raad van Toezicht bij de Energieautoriteit Suriname EAS. Gerard Lau is voorzitter namens de VSB en ASFA. En Manisha Karia zal de samenwerking met de Anton de Cum Universiteit versterken. De raad bestaat verder uit vertegenwoordigers van meerdere ministeries en andere organisaties en is benoemd voor 3 jaar. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bezocht op 1 september 2024 de recruten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA die hun introductieperiode in Sandré afronden. De bewindsman benadrukte het belang van hun rol in het reclasseringsprogramma en het voorkomen van personeelstekorten. Het korpshoofd Joyce Pané Alfaisi legde de nadruk op samenwerking en voorbeeldig gedrag, terwijl beleidsadviseur Georgina Acton het accent legde op integriteit en bescherming van de goede naam van het KPA. De recruten keerden op 3 september 2024 terug naar Paramaribo. Vakantiewerkgelegenheidsproject van het ministerie van Arbeid begon op 2 september 2024 met 1000 jongeren tussen 16 en 25 jaar. Zij werken bij sociale instellingen, ministeries en bedrijven in de stad en districten. De eerste werkdag verliep succesvol en gaf jongeren de kans om werkervaring op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de gemeenschap. Het project stimuleert hun zelfvertrouwen en bereidt hen voor op de arbeidsmarkt.